Hoi, zoals jullie weten ga ik weer een nieuwe slijmsmoothie maken. Ik ga 3 slijmsmoothies maken in totaal. En dan ga ik die ook weer bij elkaar mixen tot een XXL officiële slijmsmoothie. Alleen vandaag gaan we dus de 2 slijmsmoothies maken voor onze nieuwe slijmsmoothie. En daarvoor hebben we hier nog een bakje baking soda, lentjebloem en lijm. En dan nog wat extraatje. Ik had die geloof met een citroenblaadje. Hij ruikt heel lekker naar citroen. En het houdt muggen af. En ik heb zo'n plantje op mijn kamer staan. Ik denk, weet je, ik pak gewoon een blaadje. En die doe ik dan een stukje in. Proef ik ook lekker in mijn slijm. Dus dat gaat er ook in. Maar eerst gaan we een slijm maken. Want dat is wel zo handig. Dus wat jullie nog echt niet weten hoe je slijm moet maken. Zal ik het vertellen. Ik doe wat lijmbaksken. Baking soda eerst een beetje man, dat is niet veel heb. En dan nog lenzenvloeistof. Perfect. En dan ga je roeren. Wat is echt niet klempje. Slijm zoals je ziet. Dat is veel makkelijker om te maken dan fluffy slijm. Nee, kijk die restjes. Die plak altijd zo en dat vind ik niet leuk. Dus dan moet je echt eerst zorgen dat je slijmbol hebt. Dus als je slijmbol hebt, kan je echt je hem schoonmaken. Of je pakje of waar je het dan ook in je leven maakt. Kijk eens, plak niet. Oh nee, laat maar. Klaar met je lenzenvloeis bij poppen. Kijk jongens. Kijk, hier heb ik ook zo'n houten stokje gebruikt. Zo'n ding van de triangel of zo. En plak ik. Oh, dit is echt een chill slijmpje. Kijk eens, het is heel mooi doorzichtig. Hij plakt, vind ik ook heel fijn. En zo kan je ongeveer in 2 minuutjes en 20 seconden hele mooie, supersonische, knappe, doorzichtige slijm maken. Kijk, ze is ook nog heel stretchy. Ja, en dat is mooi, dat willen we. Maar hij gaat toch weer helaas terug in het bakje, want er gaan citroenblaadjes bij. Ik denk dat ik niet het hele blaadje ga doen. Zo, ik zit echt dicht bij de camera. Zoiets en dit. Oh jongens, deze hele camera ruikt niet echt naar citroen of zo. Ik pak weer mijn slijm en dan ga ik alles opvegen, zodat we het netjes achterlaten voor mijn ouders. Dan zit het lekker in slijm. Ik ga het er lekker in kneden. Okay, ik vind het best wel leuk uitzien. Even kijken of die ook lekker ruikt. Oh ja, hij ruikt naar citroen. Ik ga er nog wat meer in doen, dan ga ik het misschien nog lekkerder. Ik vind het toch ook wel leuk uitzien, jullie blaadjes. En het ruikt lekker en de blaadjes vallen er niet uit, dat is ook heel fijn. En ik vind het toch best wel leuk uitzien. En ik kan bijvoorbeeld ook een zonnebloem erin doen of zo. I don't know what you will. Maar deze is wel fijn. Kijk, hij blijft nog steeds stretchy. Tot daar. Klinkt best wel zo. En hij is gewoon heel fijn, lekker zacht. Kijk, ik vind het echt zonde om deze daar een slijmsmoothie te doen. Dat is echt een heel mooi slijmpje. Maar ik ga het gewoon doen dadelijk. Ik ga gelijk voor jullie het volgende slijmpje maken. Naarmate je meer gaat kneden, naarmate de harder het wordt. Interessant om te gaan naar next. Ik moet nog even een doosje pakken. Een boter maken, jongens. Hier doe ik dan ook, denk ik. Zit die camera stom, zeg. En kijk. Veel beter als dat we vanaf het begin hadden gedaan.
Maar wat jullie nou nog echt niet weten, is dat je eerst lijm moet doen. Dat is ook echt voor het eerst. Baking soda. Dit nog een klein beetje. Zo, veel te veel. Zo, perfect. Lensvloeistof. Een stokje. En dan gaan we het weer mengen. We zouden echt niet weten wat voor slijm het zou worden. Misschien wordt het wel kleerslijm. You don't know. Nee, ik denk toch dat het fluffy slijm wordt met kraaltjes. Even kiezen wat ik hier nu in ga doen, want ik wil er wel iets leuks in. Ik zit niet op zolder, ik heb gewoon niks leuks achter misschien. Oh, wacht, ik weet het. Ik heb hier een mooie tak van. Ik ga even wat gietertjes uithalen. Zo, die hele ding valt om. En dan zitten er glittertjes in. Ik weet niet of jullie ze goed kunnen zien. Maar het komt dus van This One Tak. Wat zo lekker. Ga je lekker in dippen. Er zitten boven de glittertjes in. Zien jullie het? Oh, kunnen jullie het vast aan elkaar maken? Dit moet op mijn faces. Oh, er zit een moesje. Frustratie. Gaat erin. Zal ik het nu gewoon gelijk gaan mengen? Ja, ik ga het gewoon doen. Ik heb nu 3 slijmpjes, wat jullie nog niet wisten. Nee, trouwens, volgens mij heb ik er 2. En toch, ik ga het er gewoon lekker bij doen. En ik heb gewoon ook nog een slijmpje had gemaakt. Ja, het maakt niet uit. Doe ik nog wat van het arbeidsslijm in. Het is zo. Klein beetje maar. Want anders verpest ik de dingen. Hoor jullie ook iemand schrijven? Of was ik de enige? Oké. Okay. Ik heb nog van de slijmsmoei van de vorige keer. En een stukje ziet er nu trouwens zo uit. Oh, er is een heel crunchy laagje op. Kijk, zo ziet dan. Hij is echt één vlak staal. Het is echt niet fijn. Ik weet zo zonder mijn andere slijmpjes. Die wel goed gelukt zijn. Wow, kijk eens hoe stretchy. Oké, maar dan gaat het stukje in. Ik heb een beetje een rozig stukje in. Ja, gewoon een beetje van allebei, weet je wel. Zoiets zoek erin, aangezien de rest ook niet zo heel groot is. En dan zien we, dit is echt een lelijk slijm, want het allemaal mooi slijm is. Zo. Kijk eens, pak alles. Kijk eens, dit is toch echt wel een mooi slijmpje, zo, die ik net heb gemaakt. Zo, die, dat. En dan is de geur een beetje verpest door alle andere lelijke slijmpjes. Nou jongens, dit is echt een grote slijmsmoeder die ik in mijn leven heb gemaakt. Hij voelt toch best wel fijn. Alleen is niet zo stressje, denk ik. Nee. Zit zo'n mooi glittertje in. Oké, en er was ook weer een video. Zo top. Ook weer van mijn to-do-lijstje als spreken. Ook al heb ik die niet. Ga je hier weten. Het bloemblaadje kan je winnen. Ik ga een like te geven. Het zegt dat je het bloemblaadje wil. Als je hem wil, gooi ik hem in de vuilnisbak. En dan is hij weg. Dus ja, dit is trouwens een houder. Een mooie houder, hè. Ik ben trots. Heb ik hier met stift. Dus het vies zijn spulletjes. Kijk, en dat zet ik. Zo mee. Da, like it. Doe het voor de glitter.